Onderaan de boulevard vind je nog de oude beurs van Vlissingen. Dit gebouw heeft er niet altijd hetzelfde uitgezien, zegt bouwhistoricus Ronald ten Broeder. Dit is het Beursgebouw en dat is gebouwd in 1635 op last van het gemeentebestuur. Het is een openbaar gebouw. Nu zult u zeggen 1635, op het torenuurwerk staat nog een ander jaartal, 1628. Dat klopt, want het torenuurwerk is ouder dan het gebouw. Dat bestond al, dat was kennelijk voor een ander gebouw bedoeld. En van een uurwerkmaker hebben ze dat dus gekocht. Als gezegd, het was een beurs, een koopmansbeurs. En in die tijd, in de 17e eeuw, zag het er toch anders uit dan nu. Want de begane grond, dat was een open galerij op zuilen. Een open ruimte. En handelaren kwamen hier, met name graanhandelaren. Het heeft ook wel de naam korenbeurs, kwamen met elkaar handelen. Geen vis en geen groente, want daar waren aparte markten voor. Het was echt een beurs, hè. Het ging met geld om. Tussen 1880 en 1890 ongeveer is het dichtgezet. Dus er is toen een restaurant van gemaakt en dat is het tot op de dag van vandaag gebleven. We kennen dat ook van foto's met een dichte begane grond. Na de oorlog is de situatie veranderd, is gerestaureerd. Het gebouw is in handen gekomen van de vereniging Hendrik de Keizer, een landelijke vereniging die veel monumenten in bezit heeft. En is het toch vrij ingrijpend gerestaureerd. Naar de ideeën van de jaren 50, dat wil zeggen eigenlijk terug restaureren naar die situatie van toen. We zien dat op de verdieping, de oorspronkelijke houten kozijnen die er in de 19e eeuw in zaten, die zijn er weer uitgehaald. Het zijn weer natuurstenen kozijnen geworden, met de luikjes zijn weer teruggebracht. En beneden heeft men het idee van een open galerij een beetje proberen te imiteren met grote ramen. En ja, zo is het eigenlijk tot ons gekomen. Het is in hoge mate een restauratieproduct, maar het is toch een heel bijzonder gebouwtje.